Geheel volgens traditie wordt er met Pinksteren gestreden om de districtstitels. Wie is de beste renner van Groningen, Friesland en Drenthe? En Nicole Klerks en Annemarijn de Graaf hebben er zin in. De vrouwen rijden een koers over 72 kilometer, 10 rondes rondom Harkema. En dan met nog 30 kilometer te gaan, deze kopgroep van 8. Er staat een pittig windje in Friesland en links op kop herkennen we de Nederlands kampioene Anoushka Koster. Naast haar Fleur Nagegast uit Bijlen en het felgekleurde shirt is van Janneke Ensing uit Gieten. En ook Floor Wering uit Exlo is mee van voren in het blauw-wit van de WSV Emmen. En Sanne Bouwmeester uit Westerbork namens de Kannibaal. De vrouw in vorm, zij won zaterdag ook hier de Ronde van de Kerspelen in Harkema. Het peloton dan, onder aanvoering van schaatser Marije Joling met de rode helm voorop in de kleuren van de Meteor Assenrode. Zij hebben de slag gemist en zij moeten dus rijden. In die kopgroep van 8 vrouwen is de Noordelijke Wielenvereniging Groningen met 2 vrouwen vertegenwoordigd. Loes Adegeest en Paulien Koster. En de kannibaal uit Pijzen heet Marielle Meijering en dus ook Sanne Bouwmeester mee van voren. En deze 8 mogen dan gaan sprinten voor de overwinning. Links is het rood-wit-blauw van Anoushka Koster. Op het Nederlands kampioenschap in Zeeland won ze de sprint van Ensing in het felgele shirt. Maar deze keer is Sanne Bouwmeester, pas 21 uit Westerbork, de allersnelste. Ja, iedereen reed aan de rechterkant, dus ik dacht, nou, dan ga ik links er gewoon voorbij en dan kijk hoe ver ik kom. Maar het was een hele lange sprint. Maar ja, ik zag ze in mijn wielfiets en ik dacht, oké, nu moet ik door, want ik ben er bijna. Het is wel jouw weekend, hè? Het is echt mijn weekend, dit is mijn rondje. En dan is er nog meer goed nieuws voor Drenthe, want Danny van der Tuuk uit Assen was vandaag oppermachtig bij de junioren. Hij had op de streep 3 minuten voorsprong. En dan is het tijd voor de grote mannen. Zij rijden een wedstrijd over 100 kilometer. En met nog 40 kilometer te gaan ontstaat deze kopgroep van 13 man met daarbij verdacht veel schaatsers. En deze groep zit daarachter. Een groep met Sven Kramer, ook Rick Goeree uit Borger, Adrie Lindeman uit Assen en marathonschaatser Frank Vreugdeel uit Elderslo is erbij. In de kopgroep zien we Jeff Vermeulen uit Exlo. Hij won al 2 keer de districtstitel. Ook schaatser Kjeld Nuis uit Emmen zit erbij en zijn stadsgenoot Justin Kloeze. Extra knap, want hij is nog maar een belofterenner. En met nog dik 20 kilometer te gaan springen deze 4 mannen weg uit die kopgroep. Gerry Hekman, Europees kampioen op de skielers. Jasper Bovenhuis, Jeff Vermeulen uit Exlo en belofterenner Hartrijs de Vries. En dit rijdt daarachter de groep Kjeld Nuis. Met nog 7 kilometer te gaan hebben zij een achterstand van 23 seconden. Maar de 4 blijven weg en zij mogen gaan sprinten voor de overwinning. Het geel is van Bovenhuis, rechts van hem Jeff Vermeulen. En helemaal rechts komt Gerry Hekman uit Kampen. Hij is de districtskampioen van het noorden. Vermeulen pakt zilver. Thijs de Vries gaat in de laatste kilometer, die demereerde. En ik ben daar gewoon achteraan gereden. In de hoop dat ik gewoon genoeg over had voor de sprint. Ja, en die pak ik terug en... Jasper Bovenhuis gaat en ik besluit om direct met hem mee te gaan, maar daardoor ga ik gewoon veel te vroeg sprinten aan. Ja, en toen zo breng ik Gerry gewoon fantastisch, want die is natuurlijk super rap. Dus die heeft alleen maar het laatste stukje eroverheen hoeven komen, dus voor mij niet zo slim.